Deze nieuwsuitzending is naar aanleiding van een filmpje waar ik op stuitte vandaag, van een katholieke priester. En die noemt zichzelf Vader Mike Schmitz. Schmitz is een Duitse naam. Hij noemt zichzelf zo, Vader. FR. Dat is een afkorting voor Vader. Dat is een titel. Ik heb een uitzending gemaakt over Matteüs, en dat is het eerste evangelie, hoofdstuk 23, en daarvan vers 9. Die staat bij mij klaar om upgeload te worden. En hier zie je hem. Dit is de King James, even naar boven scrollen. Dit is gewoon de King James. Niks. Je kan ook nog dat oude Engels erbij pakken. Even voor de gein. Kijk hoor, Bijbeltrivia. Keetje van je standaard. Je hebt ook dat oude Engels, dat is ook wel leuk hoor. Maar dat kan ik nou even niet vinden. Weet je hoe het toen opgeschreven was? Matteüs 23. Echt heel makkelijk te bedienen dit. En dan vers 9. Dan wordt die gehighlight. Hoppakee. Dan krijg je heel hoofdstuk 23. En dan hiervan vers 9. And call no your father upon the earth, for one is your father which is in heaven. Het gaat hier om het woord vader. Dat vind je terug in deze. Daar heb je hier Matteüs 6. Het is dus de 23 waren we net. Dus een aantal hoofdstukken daarvoor. Er staat in vers 9. Gij bidt de... Gij bidt aldus, dubbele punt, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Dus de naam is heilig. De naam Vader. Het is de naam die geheiligd wordt. Dit gaat over het gebed onze Vader. En Christus was niet zo'n gebedsprediker. Want alles wat hieraan vooraf gaat. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden gelijk de heidenen. Blablabla. Maar wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer. En dan staat ook, en wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsten, want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. En regels over aalmoezen. Het gaat over onze Vader. Die mensen wilden dan toch een gebed gedicteerd krijgen. En toen heeft Jezus gezegd, nou dan bid je maar dit. En dat begint dus met een descriptie. En die is de descriptie, dus je hebt namen en descripties. Dus mijn naam is Perry Franciscus Martinus Winkel. Burgerservice nummer 059-668-301. En dan weet je genoeg. Dat is mijn naam. Mijn burgerservice nummer kan niet naar een ander gaan. Dus je kan niet zeggen van, ik wil zijn burgerservice nummer. En Perry Franciscus Martinus Winkel, dat is mijn naam. Mijn descriptie. Ja,
De ene noemt mij die mafketel die altijd in café de wacht zet. Je weet wel, met die flaporen en die dikke bril. Die man die altijd zo vervelend wordt. En dan zeggen andere mensen, oh ja, Perry. En andere mensen kennen we weer onder een andere descriptie. De man die boven de Rijn woont in de Rodeburgstraat, 3-3. En die binnenkort heus wel heisa krijgt met de Belastingdienst. Dan kan je mij ook perfect mee vinden. Dat zijn descripties, waar even grapjes natuurlijk, hè, nergens zorgen over maken. Dat zijn descripties. En onze vader is geen naam. Het is een descriptie. En waar daarmee wordt bedoeld, dat in het gezin heb je de vader. En de vader die gaat weg en die laat zijn gezin in de steek. En die gaat naar buiten om gevaarlijke dingen doen. En dan komt hij terug met alles wat hij vergaard heeft. Hij heeft loon gekregen of oogst binnengehaald, zeg maar. En die voet. Het woord vader hangt ook nauw samen met het woord voeder. Wat het christelijk dogma hier opgeschreven heeft, die dogmatische mensen van het woord, is dat we de term onze vader vanaf nu, vanaf dit moment dus, gij bidt dan aldus, onze vader, daarmee staat, is die descriptie gereserveerd voor God. En in Matthäus 23, vers 9. And call no your father upon the earth, for one is your father. Er wordt er dus een tip gegeven van pas op, je hebt dat mooie gebed gehad in hoofdstuk 6. Pas ervoor op. Want er zullen mensen komen en die zeggen, ik ben je vader. Ja, ik ben jouw vader. Noem mij maar vader. Ik ben een vertegenwoordiger van God en ik ben er alleen om jou te dienen. En moet je me wel je vader noemen en dan ga ik jou dienen. En dan mag je al je zonde opbiechten en dan ga ik zeggen, ga heen en zondig niet weer. Ja, deze man die zou bij mij te biecht moeten komen. We gaan even naar zijn taal luisteren en ik ga reageren daar waar nodig. Sense or with comments about nothing in particular. We're gonna get started. We're gonna get started now. Hi, my name is Father Mike Schmitz and this is Ascension Presents. Actually, ja, hij zegt het zelf, hè? I am Father Mike Schmitz. Let's talk about that. Let's talk about, I didn't say hi, this is Mike Schmitz. I said, hi, this is Father Mike Schmitz. And people were like, wait a, what the? Listen, I don't know the whole Bible, but I do know that Jesus said, call no man father. And yet here you are. We call our priests father, right? That's very interesting. We call the Pope the Holy Father. He in Italy is called Il Papa, right? I think. I don't know. I hope that doesn't mean potato, because I think Papa and Papa, I'm not sure. One of the thing means potato, but the other means dad. Are we going against Jesus' word? Because Jesus said, call no man on earth father. Nou, hij heeft hier leuke grapjes gemaakt, iets Italiaans erbij gehaald en gedaan alsof. Want je hebt dus in het Spaans is papas of zo, dat is een aardappel. Nou, ik kijk volgens mij momenteel naar een aardappel met een wit bandje onder een zwart jurkje. Matthew 23. First thing I want to say is, if we're ever, ever tempted to dismiss the words of Jesus, we're going down the wrong road, right? Je bent de verkeerde weg op aan het gaan. Jij verlangt van andere mensen, ik heb het even tegen hem, hè, meneer Mike Schmitz. Jij verlangt van andere mensen dat ze jou aanspreken met de descriptieve term die gereserveerd is in het Onze Vader, dat gebed van Matthäus 6, heb ik net laten zien, die is gereserveerd voor God. Onze Vader, die in de hemelen zijt.
Ja, hij denkt ook dat hij in de hemel is. Kan hij ons allemaal lekker de les lopen lezen over zijn grote wijsheden? Wij noemen hem vader en hij krijgt een mooi verblijf en een zwarte jurk met een wit boordje. En dan maar alles erbij gaan sleuren. Forever tempted to say, well, I know the Bible says this, but that is the wrong road to go down. So we never, ever, 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 ever dismiss the words of Jesus. Okay, dit heb je gehoord, hè? Hij heeft daar met een leuk grapje, alsof hij een cabaretier is, heeft hij het woord ever wel 6 keer gezegd. Dat ze nooit het woord van Christus zullen ontkennen. Oh. Nee, maar nu ben ik benieuwd naar de rest. Ever. But we do need to understand the context. As well as how did the... Kijk, nu gaat hij iets heel moois doen. Gaat hij het hebben over het begrip context. Context, dat... We hebben het over taal. Meneer is 8 jaar op studie geweest op kosten van ons. En wat heeft die man dan geleerd van taal? Nou, het woord context. Binnen een context hebben woorden een andere betekenis. Je kan, als je in een bepaald gezelschap bent, dan kan je zeggen, die man met die snor, zit hij op het toilet? En dan weet iedereen dat die man met die snor, dat heeft in die context een duidelijke descriptie. Een duidelijk element. Dus iedereen weet waar je het over hebt. Dus een context bepaalt een zin. De kunst van Christus Jezus is dat hij zinnen heeft geuit en die hebben helemaal geen context. Ieder woord is duidelijk. Zoals het verhaal van de laatste zullen de eersten zijn. De enige context van dat verhaal is het bestaan en de noodzaak, het nut, het doel van jou als mens. Dus als je denkt, ik ben een losgeslagen kanon, maakt mij niet uit wat ik kapot maak. Ja, dan ben je toch geen mens, laat me zitten. Maar heb jij de behoefte aan een doel in je leven? Nou, lees die parabel. Dat is wel nodig. Als je geen doel hebt in je leven, dat maakt je allemaal niet uit. Ja, dan heb je niks aan het ding. Ja. Dus de context is dan de verstandig begrijpende mens. Maar geen woordje veranderen natuurlijk. Het koninkrijk der hemelen is als een man met een wijngaard. Daar maken we niet van. Het koninkrijk der hemelen is als een konijn met heel veel gras. Jo, dat moet je zien in de context. Nee. Het koninkrijk der hemelen is als een man met een wijngaard. Het was de antwoord op een vraag van Christus. Mensen vroegen aan Christus, wat is dat dan, het koninkrijk der hemelen? Nou, dat is heel makkelijk. Dat is net als een man met een wijngaard. En niet een slak met kiezelstenen. Ja. Dus dat zijn contextloze uitspraken. En dat is niet de enige contextloze uitspraak die Christus heeft gedaan. Kortom, eeuwige waarheden, die omdat er geen context is, niet gefalsifieerd kunnen worden. Niet anders verwoord kunnen worden. Dus iemand kan aan het afluisteren zijn en dan hoort hij allemaal taal gebruiken. En dan denkt hij, wow, dat zijn terroristen. Oh, dan gaat hij zijn baas bellen. En zijn baas te controleren, die zegt, ja, maar je moet die woorden even begrijpen in de context. Dat is Perry Winkel, die is met professor Dr. Marco Robbesom een beetje vrolijk aan het doen. En die hebben het over bommen gooien en onthoofden. Maar dat moet je zien in de context. Want het is een cabaretvoorstelling. Laten we verder luisteren naar deze man. The people receive it. How did they understand it? How did the early church interpret what Jesus had said? So what's the context? Jesus in Matthew 23 is saying, he's talking about those who want to lord it over others. So that he says, here's the rabbis. Ah man, they're trying to be in charge and trying to basically draw attention to themselves. So don't be called rabbi. Don't like seek that kind of fame. Don't seek that kind of what do you hear, dude?
Dan gaat hij het begrip rabbi erbij halen, rebbe. In die dagen van Christus had je van die mannen zoals deze aardappel. En die speelden de baas. Die wilden, ik ben je leraar. Dus iedereen moest met respect naar die mensen toekomen. En ze hadden mooie jurken aan. En Christus had helemaal niks. Die had een djellaba en een paar sandalen. En Christus heeft gezegd, ja, hou er mee op. Want het slaat nergens op. Als je wil weten hoe het zit, het is echt best makkelijk. Er is dit, er is dat en er is zus. En heb respect voor de wet en de profeten. Er is helemaal niks aan toe te voegen. En die rabbijnen waar hij het ook over gaat, daar gaat hij nu over beginnen. Maar ja, hou het bij het begrip vader. En je zegt tegen iemand van, hey, maar wat heb je eigenlijk uitgefroten? En dan ga je zeggen, ja, maar die andere die heeft dit gedaan hoor. En die andere heeft ook nog dat gedaan. En dan ken ik nog wel andere mensen, die hebben ook dingen gedaan. Ja. Of influence, don't seek power. So father, like that same kind of thing. Like, listen, that belongs to the father in heaven. And ultimately I would say that natural fatherhood is a... Eventjes terug. In Matthäus 6 staat onze vader die in de hemelen zijt. Ik pak hem even terug. Wat gaat hij nou hier nou, hoe gaat hij zich hier uitwerken? Hij moet me door blijven liegen. Influence, don't seek power. So father, like that same kind of thing. Like, listen, that belongs to the father in heaven. That belongs to the father in heaven? Nee, dat is een leugen die hij nu doet, hè? Want alles is van onze vader. Alles is van hem. Ook het begrip is. Wat is er? Dat woord is, de gedachte erachter, dat komt van onze vader. Alles is van hem. Die zandkorrels hier, zeg het maar. Alle mussen, alle meeuwen, alle walvissen, alles is van hem. Ook die oktoberstorm van vorig jaar, waarbij die bomen omgevallen zijn. En de term die gebruikt het christelijk dogma om te refereren aan de eigenaar. De vrijmetselaars die spreken van de grote klokkenmaker of zo. Nee, dat noemen wij christenen niet de grote klokkenmaker. Wij noemen dat onze vader. En hier zie je die katholieken in actie. Met hoe ze liegen. Ik ga dit nu even stoppen, anders wordt het te lang. En trouwens, mijn bier is op. En het is Goede Vrijdag. Dus ik hang vandaag in gedachten aan het kruis. Maar dan wel wat te drinken erbij. Ja, dat is een grapje. Hey, dank jullie wel voor het luisteren. Ik ga deze even afsluiten. Dan wordt het deel 1 van De Liegende Priester. Ik denk dat ik hem zo ga noemen. Hey, op zijn hamburgers zag ik tjus. En een dag lieverds natuurlijk, dat zonder meer. En maak je helemaal klaar voor mijn volgende scheldpartij, want hij gaat nog veel erger liegen. En dan maak ik hem af. En dan moet je wel van taal houden. Dus dat je weet van het ene woord is niet het andere woord. Dus tot straks. En tot zo.